allemaal. Dag Mike. De bedoeling is dat vooral jullie vragen gaan stellen, maar ik stel voor dat ik het gesprek even op gang zet. Ik ken Ruben, ik heb nog een keer nagekeken, 13 à 14 jaar. Ik heb 13 jaar geleden hebben we met Depot het eerste concert van Triggerfinger gedaan. Al hebben we er veel gedaan intussen. Hè. Maar ik denk dat het eerste concert dat ik van Hulle georganiseerd heb, denk 2003, 2004, in de Soyo voor 77 mensen. En maar verlassen. Ja. Fantastisch. Maar daarvoor speel je al, daar had ik ook al van gehoord, in een ander groepje, in Angelico. Ja, ook al. En ik denk dat we u een keer gebruikt hebben op een workshop. En dat is vandaag, zie je dat ook nog altijd, dat 7 minuten geweest is. Voor podiumpresence. Maar wat aan mij vooral bijgebleven is, is... Ruben is een van mijn 3 favoriete artiesten. Dan is de Mario en natuurlijk de Lange Polle, Leuvense volksheld. Maar het is een lang verhaal geweest. Hè. Dat vind ik een les voor jonge muzikanten. En ik vind ook al, als jullie hier zijn, en met Dulo Kroo, met Tompie en Michiel en zo, dat is een beetje thuiskomen en zo, maar dat is een fijn gevoel omdat we al een lange weg met jullie gezien hebben. Maar ik denk dat ook een beetje misschien het verhaal kan zijn van, nu is Triggerfinger en Ruben Blok, dat is allemaal, hè, dat zijn grote namen, maar het is ooit wel anders geweest. Het is ook, we hebben dat zelf mee kunnen maken, hè, van 77, ik denk de volgende keer absoluut. 350 en dan een keer 500. En dan uiteindelijk de uitverkochte concerten met de oude zaal die hier sloot. En dan, dan grote festivals en Vorst Nationalen en zo. Maar mijn vraag is, vanaf welk moment heb je gezegd van oké, nu ga ik er echt voor gaan om professioneel met muziek bezig te zijn? Goh, ik denk dat dat eigenlijk geleidelijk aan gegaan is, want ik heb erover laatst nog over nagedacht, omdat het kwam ergens ter sprake dat er veel jonge groepen vanaf het begin eigenlijk van muziek spelen een inkomen willen maken en een carrière willen hebben. En daar is absoluut niks mis mee natuurlijk. Maar bij ons in het begin was dat, wij moesten gewoon spelen, punt. Want dat was fantastisch. En ik werkte dan nog deeltijds. Ik maakte flightcases. En dat was eigenlijk perfect, want dan had ik zo'n half inkomen dat van mijn werk kwam en een half inkomen, dat ging dan, het inkomen van het spelen ging dan toch direct terug naar pedalletjes en gitaren en ja. Voilà. En ja. Misschien, en Rody bij de mens. En Rody bij de mens, absoluut. Fantastisch gewoon. Ja, maar dat heeft ook wel veel gedaan, dat Rody bij de mens, want dat was eigenlijk voor mij ook een leerschool van hoe dat je dat eigenlijk doet, op de baan gaan. En het feit dat wij met die crew zo een hechte bende zijn en dat werkt met een redelijk kleine crew, komt wel van toen al. Dat je Frank en Michel en Dirk, dat was ook een hele fijne bende. En die waren ook naar hun crew toe, echt heel loyaal. En dat was een hele superfijne groep om mee op de baan te zijn. En ja, dan komt dat op een gegeven moment beginnen te spelen en je krijgt eens een optreden meer en je krijgt eens een optreden in Brussel en dan kun je misschien eens naar Breda rijden of naar Amsterdam op den duur. En dat lag allemaal gewoon in het verlengde van elkaar tot op een moment, want Mario die speelde toen ook nog bij Hoverfonic en bij Noordkaap geloof ik. En dat was in het begin wel niet simpel, want Polle speelde bij BJ Scott. Qua dubbele boekingen, ja, liep dat dan soms wel een beetje mis, maar uiteindelijk hebben wij dat altijd wel goed gedaan, denk ik. Tot op een punt dat je zegt van ja, ik heb hier nu zoveel optreden staan en mijn 2 collega's waar ik dan bij ga werken. Ik was toen al wel zelfstandige, maar dan moest ik op den duur de keuze maken van wat ga ik nu uiteindelijk doen. Ik kon in het begin wel wat schipperen van ik kom volgende week dan wel een donderdag extra of zo, maar op den duur waren dat 55 donderdagen extra dat ik moest komen werken. Dus dan moeten we voor je eigen eens uitmaken van wat ga ik nu doen en dan zeg je van, ja, voilà, ik kon dat eens proberen om gewoon alleen maar met muziek bezig te zijn. En dat was dan niet alleen met Triggerfinger, maar dan deden wij ook andere projecten. Dan deden wij soms studiowerk voor andere mensen. Of speelden wij live voor een bepaald project dat in een theater of in een culturele centra liep. En dat was ook fantastisch om te doen. Soms was dat één van ons alleen, maar soms werden wij als hele groep ingehuurd.
En dan had jij weer een paar maanden werk. En soms was dat, kwam er wel op een punt dat je zoiets had van, ah ja, en binnen 2 maanden staat er eigenlijk niks. Maar ja, weet je, dat kwam eigenlijk altijd wel, we trokken ons plan wel of zo. Allee, ja, waarschijnlijk ook dankzij ons lief, die dat toen iets meer verdiende dan wij. Dus zei van, allee, zal ik die rekening nou wel even betalen? Nee, maar dat, ja. Dat is ook wel iets wat dat niet onbelangrijk is voor de mensen waar je mee samenleeft. Dat heeft wel een invloed als je ervoor kiest om echt van muziek je carrière te maken. En zeker als je dan in het buitenland een beetje wilt gaan spelen. Want ja, je kunt dan in België wel in grote zalen spelen bijvoorbeeld, maar wij zijn bijvoorbeeld vorig jaar voor de eerste keer naar Noorwegen gegaan en dan niemand kent ons daar. Dus dan begin jij ook in een zaaltje van 250 man, waar dat 60 man in zit. Voilà. En dat was fantastisch, man. Dat was geweldig spelen. Hè. En dat is eigenlijk een beetje in het kort zo hoe dat die beginlancering gebeurd is. Ja, ik herinner mij ook van de verhalen en zo, dat jullie nog altijd zo af en toe gewoon met jullie vieren gaan, met een tompie erbij of met jenen erbij. Gewoon nog busken ingaan soms. Hè, ja. Ja, want wij hebben uiteindelijk. Het WW-kamionet. Dat was mijn auto toen. Hè, want we hebben nu een nieuwe Sprinter gekocht vorig jaar. Maar die daarvoor, dat was eigenlijk mijn auto. Ik heb het jaar daarvoor voor het eerste keer een gewone auto gekocht. Maar die Mercedes-kamionet, ik reed daar ook mee naar een bakker. Dus dat was niet altijd handig en ook geen parkeergarages. Maar ja, weet je, elke auto stond in functie van hoeveel versterkers en gitaren krijg ik hierin. Ik denk dat de bedoeling is dat jullie ook vragen stellen. Ik kan nog heel veel vragen stellen, maar ik stel voor dat... Wij zijn sowieso gezellig in ja, we hebben daarna ook nog wel tijd om het concept vanavond nog wat vragen aan elkaar te stellen. Maar doe maar, hè. Dorien, dat is een micro. Hier zie. Dan kunnen die op de achterste rij het ook horen wat dat je vraagt. Dat is Thijs. Stel je even voor, misschien zeggen wat dat je doet en, hallo, en van Isabel, waar je vraagt. Wij komen van Tegelier. Dag Isabel. Hallo, dag Ruben. Ik wou gewoon eens eventjes vragen. Ik weet niet, het kan zijn dat ik naast de plaat ben, maar als ik u meestal zie spelen op gitaar, je speelt veel op SG's, uw Princess die gemaakt zijn voor u, Hollow Bodies, dan Telecaster. Maar mijn vraag, ik zie nu... heel weinig op Les Paul spelen. En dat was mijn vraag, hoe dat eigenlijk kwam. Omdat dat persoonlijk mijn lievelingsgitaar is om mee te spelen. Dankzij u dat ik ben beginnen spelen, dat weet je ondertussen. Dus het is niet alleen de jonge mensen die hem aanzet tot spelen. Nee, niet echt, maar gewoon. Dus dat was eigenlijk mijn vraag, waarom je daar weinig op speelt of niet. Of... Dat is inderdaad wel een goede vraag vanuit gitaaroogpunt. En ik heb dat wel geprobeerd, omdat ik vind Les Pauls ook waanzinnig schone gitaren. Maar ik kan niet overweg met Gibson humbuckers, die elementen dat daarin zitten. Dat gaat niet. Ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb verschillende Les Pauls gehad zelfs, eventjes een tijd. Maar het werkt niet of zo voor mij. Te hard blijven doorklinken of... Nee, de klank van een humbucker. Ik heb ooit zo eens een hele oude vast gehad. Maar dat kon een huis van kopen ongeveer. En dan vond ik er ietsjes over. Dat geld had ik ook niet. Maar ja, op een of andere manier werkt dat niet voor hoe dat ik speel. Ja, ik dacht misschien van het gewicht en zo, omdat ze toch wel vrij zwaar zijn. Ja, dat minder praktisch is voor op podium en zo, als je daar een... Je hebt er ook heel lichte zo, weet je. Die 50's Les Pauls, ook die heruitgaven, die zijn niet zo zwaar. En dus, als ik er alleen een zou... kopen, dan zou ik er sowieso weer iets anders in duwen en dat is altijd goed. Een gitaar is ook goed voor naar je hand te zetten. Je kunt daarmee doen wat je wilt. Van het moment dat je die betaalt, moet je daar koplampen op vijzen en pick-ups en hop, dat maakt allemaal niet uit. Dan moet je ermee doen wat je wilt. De sound gaat dan niet dinderend zijn, man. Ja, zolang dat je die maar graag ziet, die gitaar. Een schoon gitaar, daar speelt altijd liever op dan op een lelijk. Of een gitaar dat je minder schoon vindt. Voilà. Okay. Dank je wel voor het alsjeblieft. Antwoord.
Ja, mijn naam is Helene. Dag Helene. Ik volg jullie al wel even, sinds 2008. Toen stond er nog niet zoveel volk voor jullie podium. En wat vind je nu eigenlijk het leukste in een grote zaal spelen? Toen was het 463. De boekhouder zit naast mij. Merci, Mike. Dat is alle twee fijn. Dat is fantastisch om in een zaal zoals Vorst te staan of om op Werchter te staan of Pukkelpop. Dat is inderdaad geweldig. Maar zoals ik al zei, als je ergens terug in een nieuw territorium begint te spelen waar dan niemand u kent, dat is ook geweldig om maar voor een halfvolle zaal of zelfs maar voor 60 man te staan. Want die mensen zijn ook gewoon gekomen om een goed concert te zien. En het gaat uiteindelijk nog altijd om dat spelen. Wij zijn beginnen spelen met elkaar, Mario, Pollen en ik, omdat wij dat fantastisch vonden om met elkaar te spelen. En daar begint dat elk optreden opnieuw bij. Van, daarom doe je dat. Voor die muziek en voor die interactie tussen die drie muzikanten. Want als dat... Je probeert dat elke keer opnieuw te vangen eigenlijk. Op een concert, de magie die dat je samen kunt hebben, omdat je dat soms al wel eens pakt. En dat gebeurt elk optreden soms wel op andere nummers die dat er zo wat uitspringen en andere nummers zijn dan weer wat anders. En ja, het is dat waar je eigenlijk altijd naar op zoek gaat. Naar het vangen van de ideale versie van dat liedje op dat moment. En luisteren naar elkaar en geïnspireerd zijn door elkaar, door iets wat dat iemand anders doet. En daar een reactie op spelen. Dat is dus... Die grote dingen zijn fantastisch. Dat is belachelijk. Dat is belachelijk fijn om gewoon zo'n gigantisch podium op te stappen en zo... Dat eerste akkoord neer te zetten, dat is gewoon belachelijk. Gewoon. Maar ja, in een kleine club is dat ook fijn. Dat is geweldig. Gewoon. Want dan moeten ook, zeker als mensen u niet kennen, ja, dan moeten die wel een beetje voor u winnen of zo. Dan moet je komen bewijzen van... Allee, laat eens zien. Wat kom je al hier eigenlijk doen? En dan moet je iets doen. Hè? Ja. Was dat een beetje een antwoord op uw vraag? Ja, dat was een antwoord. Alsjeblieft. Ik ga er even op inpikken, maar u geeft direct maar de microfoon op, maar kort vraagjes. Jullie zijn zo 12, 13, 14 jaar samen aan het spelen. En nu spelen hier drie optredens, ook met drie, maar met twee andere schavels. Ik kan me inbeelden dat verfrissend werkt om even de kop... Is dat de kop leeg maken of een beetje een andere kant zien? Of hoe zit dat? Inderdaad. Wij hebben zoveel getoerd de laatste jaren en het laatste jaar vooral, dat eigenlijk... Je bent zo op elkaar ingespeeld. Niemand moet eigenlijk niks niet meer zeggen over... Als je een nummer begint, je voelt waar dat dan naartoe gaat. En dat is fantastisch om zonder woorden eigenlijk elkaar zo hard aan te voelen. Dat is nog altijd beangstigend om de Mario en de Pollen te zien spelen. Ook in studio's soms, als die een nieuw nummer inspelen, dat die toch al weten wat een andere gaat spelen soms. Dat is echt scary. Dat je denkt van, allee gast, dat is nu toch gewoon niet mogelijk. Maar dat is dus, die twee, die zitten eigenlijk aan één hoofd ergens vast. Hangen die zo aan één waanzinnig netwerk of zo precies. Maar na een tijd... Allee, kijk, als je 30 concerten op een jaar doet of zo, dan is dat redelijk makkelijk om die alle 30 even heftig en even intens en neer te zetten. Maar als je zo 120 doet of zo, dan is dat soms al wel wat moeilijker. Of dan heb je wel concerten dat je wagen afvraagt van... Allee, waar haal ik vandaag de energie vandaan om dat te doen, omdat je te moe bent? En toch komt er dan weer soms een waanzinnig fijn concert uit. Maar het was ook wel even fijn om daar even van af te stappen, want we hebben dat nogal gemerkt, als soms doen wij nog andere dingen. Mario produced veel jonge groepen. Pollen heeft juist een soloplaat gemaakt, speelt nog met de Wolfbeins, doet ook solo van alles en workshops. En dat is goed, omdat je dan, als je dat doet... Speelde met andere mensen, zijn creatief bezig met andere mensen, hebben die een andere kijk op dingen, op muziek, waardoor dat jij daar anders op reageert. En
zeker met Shang en Kelly deze concerten doen. Ja, ik moet ineens iets helemaal anders gaan doen. Ik zit niet in die waanzinnige zetel van de Mario en de Polo, die waanzinnige ritmesectie waar ik eigenlijk... Ik moet daar zelfs geen gitaar spelen, dat gaat een trein vooruit. En hier is dat niet sowieso omdat er geen drummer is, dus je moet ineens helemaal anders gaan spelen en je hebt een extra melodie-sectie. Dus Kelly speelt sax en mondharmonica, keyboards, backing vocals. Dus je kunt eigenlijk met iets meer melodieën iets doen dan dat we met Triggerfinger doen, omdat we maar één gitaar hebben. En backing vocals en stem natuurlijk. Maar dat is een fijne manier om eens even, zeker in dit geval, om eens wat oudere nummers te spelen die dat we nog niet gespeeld hebben met Triggerfinger live zelf. Sommige en sommige andere nummers maar één keer bijvoorbeeld. En dat is dan wel heel plezant. En wat dat tot nu toe altijd al is gebeurd, als ik dan terug met mijn trouwe collega's terug repeteer of een concert doen, dan valt op je gat hoe straf dat ook weer is. Maar je raakt daar zo gewend aan op den duur dat je dat als normaal beschouwt. Van, oh, natuurlijk is dat zo, 1, 2, 3, hop, we zijn weg, baf, en de Polle doet dat en de Mario doet dat, ju. Maar je moet dat, ja, zoals Mike dat zegt, dat is fijn om even zo een hele andere wind door je hoofd te laten waaien en dat ook gewoon weer mee te pakken naar die groep als we terug gaan repeteren en binnenkort weer terug aan nieuwe liedjes beginnen voor een nieuwe plaat. Ja, ik ben Christian, muzikant. Dag Christian. Ik ben de fan van Triggerfinger. Merci. Wat zijn voor u de beste omstandigheden of de beste momenten om creatief te zijn? Is dat... Goh, dat weet... Vroeger had ik wel zoiets van om nummers te schrijven of zo. Allee, creatief zijn is een heel breed begrip. Want spelen is creatief zijn op het podium, nummers maken is creatief zijn, tekst schrijven is creatief zijn. Een kostuum kiezen is ook creatief zijn, van welk kon ik nu meepakken deze avond. Dus het hangt er maar een beetje vanaf. Met Triggerfinger. En vanavond ook. Hè. Ja, maar voilà, absoluut. Maar vroeger dacht ik altijd dat ik thuis zo op mijn gemak moest zitten om een nummer te kunnen schrijven. Dat allemaal, maar dat is niet zo. Je moet vooral eraan werken, blijkbaar. En het begint meestal bij een idee. En dat idee kan overal op de proppen komen. Dat kan op een soundcheck zijn, dat kan dan zijn dat je aan het fietsen zijn, een melodieken in je kop hoort, dat kan zijn dat je een liedje op de radio hoort en dat ligt te neurien of te fluiten en dat je dat ineens verandert een beetje en denkt van, hey, dat is precies wel cool. Dus ja, als je dat altijd bij hebt, dan is dat vol ideetjes en dan zwier ik je dan met een laptop en je laait dat allemaal op. En dat is het begin en dan moet je gewoon gaan werken. Dan moet je dat ideetje pakken en dan is dat eigenlijk een dag, taak, een job waar ik aan begin. Maar dat is fantastisch om te doen. Dat je gewoon van 10 uur morgens of 11 uur begint, hop, tot 5 uur. Zo heb ik dat met de twee laatste platen gedaan. Ga je eigenlijk naar je werk en je pakt je laptop mee, huurt je dan een repetitieruimte in Trix en je begint liedjes te schrijven die een dag en je probeert die af te werken. En sommige dagen komt er geen één zinnige noot uit. Maar dan moet je dan door zo. Dat hoort er ook bij een dag waar er niks uitkomt en waar je zat te lummelen en te proberen en van alles op te schrijven. En de volgende dag vind je misschien weer 3 oplossingen. Dus dat is echt gewoon... En wat dat je dan ook merkt, allez, bij mezelf, denk ik, dat als je dat echt consequent blijft doen, daar elke dag aan werken, dat je in een soort creatieve concentratie komt. Dat je hoofd op den duur ook harmonische oplossingen begint te vinden, omdat je daar heel de tijd mee bezig bent. En dat... dan kun je dat zelfs... Allee, ik voel dat dan toch soms, dat je creatieve hersenhelft nog iets meer aangesproken wordt dan je rekenhersenhelft, want dan ben ik ook bijna niet in staat om mijn boekhouding op tijd binnen te doen, bijvoorbeeld. Dat gaat niet. Het is een beetje, het doet mij denken, we hebben een jaar of 2 geleden hebben we Dan Wilson hier gehad, die ook een Q&A deed met ons. En Dan Wilson is de songwriter van onder andere Someone Like You van Adele. Hij heeft daarna, dat is een gewone gast, hè, want hij speelde daarna gewoon in het foyerje. En van Semisonic. Hè. En die zei dat ook, hè, die deed dat af en toe. Alleen, want hij is eigenlijk songwriter als beroep en die deed dat. Hè. Dus... En die maakte dan een maand met zijn eigen afspraak om elke dag om 8 uur, om 9 uur te beginnen, tot 5 uur.
tot 6 uur, maar wel elke dag aan minstens 1 song te werken. Dus, en liever 1 song afwerken dan aan 20 ideeën tegelijk. Dus dat is wel herkenbaar blijkbaar bij allez, goede songwriters, dat die toch ook die routine moeten hebben. Ja, absoluut. Ja. Ja, het werkt in ieder geval wel tot hiertoe. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Hallo. Hallo. Stijn. Dag Stijn. Muzikant, of poging tot. Ik was vorig jaar in Servië, in Belgrado. En tot mijn verbazing overal affiches, Triggerfinger, Live, Tomorrow. En ja, ik ben daar toe geweest en ik vroeg aan de mensen rondom mij, hoe kennen jullie godsnaam Triggerfinger? Voor mij was het nog altijd de typisch Belgische band, die zowel in Nederland en Duitsland, maar Servië is toch redelijk ver. En overal was het, I follow rivers, dat. Waar zou je staan, denk je, nu, zonder dat gigantische succes van die cover? Geen idee. Dat doet er op zich ook niet toe. Want ja, het pad van een muzikant of van iedereen eigenlijk in zijn leven, dat verandert en dat wordt beïnvloed door dingen die gebeuren. Zoals dat liedje onder andere, dat ineens onverwacht... Ja, dat heel veel mensen dat leuk vonden en dat wij eigenlijk gewoon probeerden om er een goede interpretatie van te spelen. En dat was soms wel grappig om te zien, dat je dan ergens komt waar mensen vooral dat liedje kennen. Nu, de dag van vandaag, via het internet, gaan mensen ook wel op zoek, ook al begint dat met 1 liedje, naar ander materiaal wat dat iemand maakt. Maar soms krijg je dan wel inderdaad mensen die achteraf komen zeggen van ja, dat hadden we precies toch niet echt verwacht, de rest. Zo wat achteruit. Ook soms, ja, dat er jonge meisjes bijvoorbeeld van voor aan het podium stonden en dat de Polla dan met zijn zonnebril zo wel eens even zo achter het gordijn kwam zien en dan zo, ai. Want die stonden dan ook voor hem. En dan, ja, dan was dat soms even de eerste paar maten dat zo... Dat er hard geknipperd werd met de ogen, maar meestal ja, zijn die allemaal wel blijven staan en zijn die mee in het concert vertrokken. Zo. En dat gebeurt nog wel meer, hè, dat er mensen komen kijken die je voor de eerste keer aan je concert hebt, of vrienden van iemand die meebrengen. Dus je probeert gewoon je ding te doen. Wij hadden dat inderdaad ook niet verwacht dat met dat liedje ging gebeuren. Maar ik denk dat we sowieso wel een redelijk breed spectrum van intensiteiten hebben. Wij maken veel lawaai ook, maar dat is fantastisch plezant. Dat is niet altijd gemakkelijk om gestructureerd lawaai te maken. Daar moet je hard voor oefenen, absoluut. Maar ja, dat liedje, dat hoort er dan op den duur wel bij en dan doe je gewoon voort en je probeert gewoon. Misschien hadden wij dan, ja, je kunt zeggen, misschien hadden wij nooit in de gewone popcharts geraakt. Dat kan. Dat was ook niet echt onze bedoeling geweest, maar je pakt dat gewoon mee en je speelt nog altijd voor mensen die je willen zien. En voilà, en iedereen is welkom en de volgende plaat dat je maakt, weten wij niet waar dat gaat geven. Wij gaan proberen weer een goede plaat te maken die dat wij met 3 goed vinden. En daar begint het bij, denk ik. Voilà. Alsjeblieft. Ze waren al sinds heel enthousiast. Nou, dat daarna ook nog. Oef. Hallo, ik ben Mieke, al meer dan 10 jaar fan. Dag Mieke. En ik vroeg me eigenlijk af, welke platen luister jij nu en wat zijn jouw all-time favorites? Want jullie muziek heeft allerlei invloeden. Ja, ik weet het, een gemene vraag. Ja, en moet de beat nog optreden? dat verschilt van dag tot dag en nacht tot nacht natuurlijk. Hè. Zo, er zijn zoveel coole dingen. Pff, dat gaat echt... We zeggen altijd van onszelf soms dat we een brede muzieksmaak hebben, maar dan is dat een smaak die zich vooral situeert in
westerse popmuziek. Want er is zoveel muziek in de wereld waar wij gewoon nog geen benul van hebben. En waar je dan af en toe ook eens mee in aanraking komt. Maar wat dat dan popmuziek en rock'n'roll betreft... ja, ik ben eigenlijk begonnen met rockabilly, gitaar te spelen. Daar heb ik het eigenlijk een beetje geleerd in die stijl. Dus Amerikaanse rootsmuziek. Oude R&B ook. De Cramps vond ik in het begin onwaarschijnlijk. En nog trouwens, die hebben wel echt... Dat was een mot op mijn bakkes gewoon. De Cramps zien, Poison Ivy op gitaar. Dat was geweldig. Het was fantastisch hoe dat die met hele simpele dingen... En die konden eigenlijk niet goed spelen. Maar die compenseerden dat met 10.000 ton attitude. En dat vond ik wel interessant. Dat je ziet van, voilà, want ik ken dan wel mensen die muziek spelen. En dan leerde daarna ook van, kijk, ja, die kan wel keigoed spelen. Maar die doet niet bij mij wat dat die andere mensen doen, zo, de Cramps. En dan zie je daarna toch iemand die technisch heel goed is en die u ook zo'n mot op je bakjes geeft. Dus dan denk je van, ja, shit. Om wat ligt dat dan? Hè? Maar voilà, dat is voor iedereen anders. En dat is allemaal goed. Weet je. Je hebt mensen die verschrikkelijk virtuoos zijn in hun instrumenten en u kunnen raken. En andere mensen niet. Maar je gaat gewoon op zoek naar dingen die dat je hartje sneller doen kloppen. Voilà. Of trager als dat nodig is, als je wat moet kalmeren. Ja, en de Cramps. Bark Market is ook zo'n groep die dat wij met de groep, met Triggerfinger eigenlijk wel heel veel gedraaid hebben. Toen dat we onze eerste platen opnamen, stond dat s'nachts. Dan zaten wij in de studio, toen had de Pollen nog zijn studio in Meerhout. Dat was eigenlijk een clubhuis. We gingen daar aan ons plaat opnemen, want dan gingen wij ook in het weekend uit. En dan kwamen wij na op café te gaan terug naar de studio. En dan speelden wij er een halve nacht muziek, vol een damp op die grote studioboxen. Dus dat was fantastisch. Nostalgie. Dat is ook een beetje wat ik in het begin zei, van jullie even kennen als gitarist, maar ook die workshop, podiumpresence. En bij de Cramps is all about wat er op het podium gebeurt. Hè? Absoluut. Want inderdaad, ja, die konden niet zo goed. Maar dat werkte wel. Zo, weet je, maar, wat dat die als Poison Ivy er stond op een gitaar een riffje te spelen, die meende dat wel met... Tegen 1000%. Die stond daar te schikken en die kwam op het podium staan en die ging op haar plaatsje staan, een tegel groot, en die movede van heel dat optreden niet van dat plekje, alleen maar zo voor er een tremolo op en af te zetten misschien. En dat was terwijl dat de luxe, die klom om de boksen, die micro die ging in zijn broek van achter de raad. En, met hoge hakken dan nog. Dus, voilà, hoppakee. James Brown. Prince ook al, voilà. Nee, ja, maar de Cramps zijn wel... Via de Cramps heb ik wel al die oudere dingen leren kennen ook. Want dat was... Die hadden een reeks verzamelalbums uit. Born Bad heette die. Ze hebben veel reeksen verzamelaars uitgebracht. En dat was heel interessant, want daar stonden eigenlijk allemaal dingen op die zij cool vonden. Charlie Feathers en de Sonics en Mac Rabenack, voorleer dat hem nog Dr. John was op gitaar. En ineens werd een hele wereld gaat er open van wat is me dat hier allemaal voor fantastisch lawaai gewoon. En dat is een verhaal dat eigenlijk niet stopt, want Kelly bijvoorbeeld, de mondharmonica saxofonist, die heeft onwaarschijnlijk veel dingen gezien in zijn leven. Die woonde vlakbij Detroit, of woont nu nog altijd juist over de grens in Windsor. En de verhalen blijven daar gewoon uitvallen uit die mens. We zijn ermee op tour geweest met Big Sugar in Canada. En al die busreizen, die blijft gewoon maar vertellen. Die heeft Hendrix gezien, die heeft allerlei... Onwaarschijnlijk. Dus voor hem is dat zelfs ook nog... Wij zaten dan in de auto naar al die concerten hier... En dan zet ik een cd op van, weet ik veel, Roy Buchanan. En dan denk ik, wat, dat heb ik niet en dat ken ik niet. En die is nog ietsjes ouder als ik. Die is echt ook opgegroeid midden die rootsmuziek. Maar dat verhaal stopt dus niet. Dat blijft gewoon nieuwe dingen spuien. Zo. En ook nieuwe muziek of recente muziek. Er is zoveel. Als je wilt, is er zoveel goede muziek. En... Ja, de dag van vandaag ook. Je hebt het internet, je hebt de streamingdiensten. Muziek is
overal bereikbaar, beluisterbaar. Ik denk dat wij wel nog altijd een beetje alles gebruiken. Ik luister ook naar Spotify en dat is handig om dingen op te zoeken. Ook. Zeggen van, oh, wat is dat? En elkaar links door te sturen. Ik speel nog heel veel cd's. Ik koop ook nog veel cd's in de auto bijvoorbeeld. Ik speel ook nog vinyl. En ik koop dingen online en ik ga ook nog naar de platenzaak, omdat dat een andere manier is van muziek zoeken. Online heeft zijn manier. Spotify is heel plezant om inderdaad via. Je ineens zit er bij een of andere Turkse artiest. En je bent begonnen bij Duran Duran bijvoorbeeld en toch zijn er daar uitgekomen. Ja. Dus dat is wel heel fijn. Maar als je naar de platenwinkel gaat, naar de Fat Cat of... Maakt niet uit. Dan zegt de staf bijvoorbeeld tegen u van, ah, voilà, jij hebt dat besteld, maar ik heb hier nog wel eten en je moet daar eens zien of je komt iemand tegen in de winkel. Dus die interactie die helpt ook nog altijd. En dan is ook iets dat ik nog altijd graag doe, gewoon naar de platenwinkel gaan en dingen zoeken en dingen opzetten en spelen. Hoop. We hebben boeken met de Peter. Hè. Ja. Hey Mike, kan niet blijven. Lust het al eens in. Voilà, absoluut. Ja, je had ook nog een vraag daarnaast. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben Nick. Ik ben een beetje gitaarspeler en voornamelijk liefhebber. En ik zie altijd dat je gigantisch veel gitaren hebt. Zaterdag stond er ook een heel race om gitaren op het podium. Maar heb je nog altijd je eerste gitaar? Mijn allereerste gitaar die is gestolen geweest, niet zo lang nadat ik die gekocht had eigenlijk. Dat was een Stratocaster, een jaren 70 Strat. Een naturelle. En ik had die toen meegegeven. Ik speelde toen in een rock'n'roll groepje, samen met mijn vriendin toen. En dat was nog voor Sin Alley. En die moest herfret worden, want ik heb toen eigenlijk een gitarist vervangen. Dat was eigenlijk al een half bestaande groep. Wij zijn daar toen bijgekomen. En die ging toen een Gretsch kopen en ik mocht hier zijn oude Strat overkopen. En dat heb ik toen gedaan en die toen met de bassist van de band meegegeven om te laten herfretten. En die had die toen s'nachts in zijn auto laten zitten en iemand heeft die daaruit gepikt. Dus die heb ik niet meer. Maar... Goh, ik heb wel een aantal gitaren verkocht soms, maar ondertussen heb ik er toch al een heel deel die dat ik waarschijnlijk niet ga verkopen, die dat deel zijn van het grote geheel. Ook al speel ik er niet zoveel op dan op anderen, maar sommige doe ik gewoon niet weg, omdat die toch een heel authentiek geluid hebben. En soms komt dat toch eens van pas als je in de studio zit of... Of omdat die gewoon te goedkoop zijn. Dan zeg je van, dan hou ik die liever hier, want dat is keischoon. Voilà. Okay. Alstublieft. Laat u gaan. Goedenavond, Ruben. Goedenavond. Ik ben Dylan, ook muzikant. Ik vroeg me af, nu bij die stijgende populariteit, of dat ook meer druk met zich meebrengt om een opvolgalbum te schraven en uit te brengen. Tegenover vroeger, toen als er nog minder mensen naar de optredens en zo kwamen? Dat is een goede vraag. Ik weet dat niet eigenlijk. Misschien is dat... Ja. Misschien onbewust wel, hè, maar ik voel het alleszins niet zo hard dat... concreet aan of zo, als uit die hoek. Tot nu toe hebben we nog altijd iets van... Laat ons een fijne plaat maken. En de structuur waarin dat wij zitten eigenlijk als groep maakt dat wij eigenlijk tot nu toe altijd de platen konden maken die dat wij wilden maken zonder inmenging van enige platenfirma. Omdat wij eigenlijk een licentiedeal hebben. En dat wil zeggen dat je dus je opnames, al de kosten van je plaat om die te maken, dat je die zelf betaalt. Dat je dus zelf je studio betaalt, zelf je mastering, hoesontwerp, heel die circuit. En dat jij, als die klaar is, kun jij die aan een label voorstellen en zeggen, kijk, dit is ons product, dat is klaar, wilde jij dat verkopen en promoten? En dan hebben zij er geen risico aan en die zien dat zij dat allemaal niet moeten voorfinancieren en achteraf zeggen van, oei, jammer, dat hadden wij niet verwacht. Dan kunnen zij op die moment... Soms gaan die licentiecontracten wel over een paar albums, dat label dan zegt van, kijk, oké, wij willen dat wel doen, maar dan willen we wel... ook iets kunnen opbouwen en dan willen we bijvoorbeeld minstens 2 of 3 albums voor jullie doen, dat wij de eerste optie krijgen om die te mogen uitbrengen. Maar
Dus ja, tot hiertoe is dat eigenlijk, hebben wij nog altijd de platen kunnen maken dat wij op dat moment wouden maken. En dat maakt dat er niet, allee, ja, niet zoveel druk was. Het is altijd druk, weet je, van jezelf en van je collega's. Want je wilt een keigoeie plaat maken en nummers schrijven en die opnemen. Dat gaat gepaard met een hoop onzekerheid. En de ene dag vind je iets goed en ga je naar huis en je zet dat de volgende dag op en denkt van wat een miserie is dat hier gewoon. Ja, voilà. En, maar dan, ja, daarom is dat ook wel fijn om met drie te zijn. Om sommige dingen die ik maak, denk ik soms vooraf ook van dat is precies niet echt iets voor de groep of zo, voor Triggerfinger. En ik stuur die demo ook dan altijd door naar Mario en Polle. Meestal maak ik een aantal schetsen, zo demo's, en dan stuur ik die naar hen door en dan repeteren we weer eens een paar dagen samen totdat we een beetje een arrangement hebben. Dan doe ik weer verder en dan maak ik weer zo wat nummers. En soms van nummers waar ik helemaal niet van verwacht. Waar ik het helemaal niet van verwacht, zeggen zij van ja, dat willen we echt zeker, deze nummer willen we zeker proberen met de groep. Dus, voilà, het avontuur in. Er ligt nog in een kast met nummers die nog niet, niet uitgekomen zijn. En die... Er zijn wel ideeën, wel, elke keer als je een plaat gaat opnemen, zijn er zowel nummers die om een of andere reden niet op die plaat geraken. Soms is dat nummer klaar. Maar past dat bijvoorbeeld niet op die plaat dat je zoiets zit van ja, dat verhaal is eigenlijk die liedjes, dat klopt bij elkaar en deze, dat is iets anders. En dan houden we daarbij. Zo zijn er ja, op alle platen dat wij gemaakt hebben wel wat oude nummers opgeraakt, die soms wel 10 jaar oud zijn of ouder zelfs. Die dat je, of zelfs, soms zijn ze er zelfs niet tevreden van, hè, dat je denkt van dat is wel een goed idee, maar kan nog beter, of dat is nog niet af, of nu moeten we dat er precies nog niet op zetten. En dan houden we dat gewoon bij en dan laten we dat liggen. En na een tijd bezie je dat met een fris hoofd en frisse oren, of juist niet met frisse oren, onfrisse oren. En dan, ja, dan krijg je er ineens weer een idee op. En van, wacht eens, poef. En dan klopt dat ineens wel op die moment. En zo is er altijd wel. Ja, je maakt constant dingen eigenlijk, zoals ik al zei. Je neemt heel de tijd ideeën op en dus van het moment dat je eigenlijk aan een plaat begint te schrijven, tot hiertoe ben ik nog nooit met niks begonnen. Want je hebt altijd dingen die bijna af zijn of die helemaal af zijn. Dat je denkt van, maar we willen die eens een beetje anders in een ander arrangement proberen. Dus dan begin je al eens met wat je hebt, allemaal echt een schema van te maken. En je geeft dat dan voorlopige namen. Voilà. Maar het is niet dat je de studio ingaat en... Ik hoorde de band van Lloyd er onlangs over bezig, dat hij zo met wat ideeën de studio ingaat en zo zijn plaat gemaakt heeft. Tot nu toe niet, hè. Ja, het is allemaal... Ja, dat kan, hè, want ja. Sommige mensen die doen dat echt, die nemen een plaat op in de studio en daar komt eigenlijk de details van dat nummer komen daar tot stand. Maar omdat wij tot hiertoe eigenlijk alles redelijk live hebben ingespeeld en omdat die interactie tussen ons zo belangrijk is... Was dat tot hiertoe wel belangrijk om dat echt goed te repeteren? Dat groove, dat juist zat. Je zit maar met 3 man, dus je moet al die elementen ook tussen 3 verdelen. En soms is dat wel een puzzel om die groove te laten rollen, eigenlijk, in dat grote geheel. En daarom moesten we daar veel voor repeteren. Plus ook, ja, weet je, wij hebben geen oneindige put met geld. Dat je maar een jaar in de studio kunt zitten of zo. Wat dat ook voor ons niet zou werken, bijvoorbeeld. Dus dan, als je een beetje compact probeert te werken, dan kun je ook in een goede studio gaan zitten. Maar dat moet een beetje voorbereid zijn en dan moeten we repeteren. En nummers af, hop, klaar. Er zijn altijd details die dan nog niet helemaal af zijn. En er zijn stukken die dat je een beetje kunt openlaten. Maar de basis van die nummers, dat was altijd wel... Dat werkte wel zo. Allee, ik zelf heb Ullen ook altijd gezien als de ultieme liveband. Dus en de plaat is eigenlijk het excuus om terug te kunnen gaan spelen. We zijn ook wat over een aantal bedrijven. Je zegt ook een beetje wel. We kunnen het eigenlijk live inspelen. Ook. Ja, maar dat is toch anders nog. Want dat creatieproces van een plaat is nog anders dan live spelen. Want soms ook een stuk speelde live in bijvoorbeeld en de rest zijn dan bouwstenen dat je er aan toevoegt en sfeertjes en kleuren en oh ja,
rariteiten. En soms krijgt een nummer ineens een heel andere wending die dat je absoluut niet verwacht had door er iets aan toe te voegen. Dat je zegt van, ah, zet nu de restjes allemaal af. En is dat ineens iets nieuws wat dat heel spannend is. Zo. Dus wij doen dat eigenlijk, ik denk dat wij dat even graag doen om een plaat te maken dan om live te spelen. Dat is alleen iets helemaal anders qua feel, omdat live spelen dan... Ja, dat is output geven. Dan stuur je echt heel de tijd uit. Dat is met publiek. Ja, ook al, voilà. En een plaat is vullen eigen. Ja, dat doe je. Ja, maar dat is echt een... Echt letterlijk ook, dat is een goede manier om dan daar zoiets wel bij te betrekken, omdat dat een veel ingetogener proces is. Dan heb je eigenlijk input nodig en ga ik wat meer lezen nog en ja, wat ideeën laten ronddraaien in je hoofd of wat woorden. En daarom is dat ook moeilijk om dat, die twee te combineren, om op tour te gaan en tegelijkertijd een plaat te schrijven. Dat lukt niet zo goed. Ik heb er echt tijd voor nodig, thuis of ergens, waar dat ik gewoon dingen kan maken. Is dat een beetje een antwoord? Zeker een vast. Oké. Nog vragen? Ergens? Ja, hier van voor. Ah, wel, van achter. We gaan eerst naar achter en dan. Hè. Dus misschien zo, waar dat we begonnen zijn af te sluiten. Hallo. Hallo. Ik ben Chesney en ik studeer hier nog in Leuven. Daarnet was je bezig over het creatieve proces van een nummer maken of zo. Maar ik kan mij inbeelden dat je waarschijnlijk vroeger dan meer af en toe wel het gevoel moet gehad hebben dat je een bepaalde sound wilde creëren, maar dat je als gitarist misschien op dat moment nog niet zo ver stond. En hoe hing je daar dan mee om? Ja, dat is wel interessant. Omdat sound is een groot deel van de inspiratie voor mij. Je kunt dingen schrijven op een akoestische gitaar, maar een versterker die daar op kookpunt staat, daar gaat hij iets anders doorspelen dan op die akoestische gitaar. En ik denk dat veel dingen die ik nu speel... Ik heb vroeger wel veel geprobeerd ook om dingen na te spelen, om gitaristen na te spelen. Maar ik raakte niet altijd op punt dat ik dat kon zoals zij dat deed. Omdat dat te moeilijk was. Maar wat dat wel fijn was soms, doordat ik daar mee bezig was om dat te proberen zo te doen, kom je soms op andere dingen. Dat je denkt van, ah ja, dat is wel niet dat, maar deze is iets anders en dat is eigenlijk wel cool. En dat vond ik dan wel interessant. Dat zet u ergens op een weg en dat is iets wat ik, denk ik, wat ik... wel altijd probeer te doen. Inspiratie is een soort weg die dat je kunt gebruiken, die dat je in een richting stuurt. En vanaf daar moet je vizier openhouden. En je kunt fan zijn van een klank van iemand, of van een akkoordenprogressie van iemand, of van een solo. En dat is heel leerrijk om dat na te gaan spelen en om dat te spelen. Of om die klank te gaan... uitzoeken. Maar het is heel bizar, want bijvoorbeeld sommige mensen proberen iemand zijn materiaal te kopiëren en dan hetzelfde te klinken zoals die persoon, zoals, maakt niet uit wie dat is, Billy Gibbons of... Maar dat is een onbegonnen zaak, want klank zit bijvoorbeeld voor een groot stuk in je vingers. En als ik op die zijn materiaal zou spelen en die en op dat van mij, hij zou nog altijd gelijk Billy Gibbons klinken en... Voilà, je kunt die op eender wal laten spelen. Dat is nog altijd dat. En dat is iets, ja. Dat is fantastisch soms om iemand zijn klank te horen en er jaloers op te zijn van... Godverdomme, dat klinkt veel te goed. Maar dat is fijn ook om jaloers te kunnen zijn op iets, omdat dat zo goed is. Of dat nu een nummer is of klank is. Of, dat geeft je een shot gewoon om zelf ook iets te gaan doen. En voilà, je gebruikt dat. Je kunt dat gebruiken als motor. Of zoiets. Oké, ik denk dat er daar nog één vraagje was in de buurt. En dan komen we naar voren en dan moeten we ongeveer afronden. Hallo, goedenavond Ruben. Ik ben Harry. Hallo. In mijn vrije tijd speel ik in een coverband. Maar wij zijn met zes. Mijn vraag is eigenlijk,
waarom de keuze met drie spelen en heb je nooit eens zin om er een vierde of een vijfde bij te halen? Tot nu zat eigenlijk het frequentiespectrum helemaal dicht met ons met drie. Er was gewoon geen plaats om er nog een dwarsfluit of zo bij te steken. Dus dat werkte ook wel, weet je. Tot nu toe, maar dat wil niet zeggen dat we dat nooit zullen doen. Dat zou kunnen dat er op een gegeven moment wel eens iemand bij komt. In de studio bijvoorbeeld hebben we dat nog wel eens gedaan, dat er iemand toetsen komt spelen of sax komt spelen. Maar die interactie, je krijgt ook een bepaalde vrijheid van spelen. Als je met drie bent, dan moet je ook dingen invullen en je moet die plek, je moet daar iets van maken. Het is ook fijn om soms met meer in een groep te spelen, zoals ik al zei, sommige andere projecten dat je doet, omdat je dan helemaal anders moet spelen als je een groep met 9 man hebt. Daar kan ik bijvoorbeeld niet op dezelfde manier gitaar spelen als dat ik bij Triggerfinger doe. Ah, dat gaat wel, maar dan ga ik een bras krijgen. Dan gaat je akkoorden kleine stukjes moeten spelen dat die ergens in die muziek passen, waarschijnlijk zo. Of de rest zou heel weinig moeten doen als je kiest van kijk, dat instrument dat is hier echt zo groot, dan moet de rest iets kleiner doen. Maar het is wel zeker interessant om dat soms te doen, om met een grotere groep mensen te spelen. Maar bij ons was dat... Ja, dat werkte gewoon te goed. En we hadden zoiets... If it ain't broke, don't fix it. Gewoon, hop. Dank u wel. Alstublieft. Oké. Ik heb een kleine vraag. Ik ben Karen. Dag Karen. Wij hebben een groepje vriendinnen waarmee we... Met Valentijn, altijd Valentijn vieren met een andere man. En we hebben zo'n lijstje mannen. We hebben een klein zaaltje in Rotselaar, de Mena, in de brouwerij. En jij staat hoog op onze lijst bij een van de vriendinnen. Dus ik wou vragen van, moesten wij u contacteren? Zouden jij komen? De boeken staan vanachter in de zaal. Die daar, vanachter daar moeten zijn. Dat of misschien in deze geval moeten bij mijn madame zijn, misschien voor te boeken. Voor je stap van achter. Maar zo een beetje zotte dingen voor een groep vrouwen, 150 of zo, je zou dat wel doen. Goh. Dat hebben we nog nooit gedaan. Weet je? Dat is al een goede start voor onliekers te beginnen denken en waanzinnige teksten. En... Dus dat is sowieso fijn om daarover na te denken, over zo'n dingen. Oké, daar ben ik al heel blij mee. Alsjeblieft. Dank je wel. Voilà. Ivan, voor we nog? Of wacht, nog? We hebben nog 2 minuten. Hallo, ik ben Arthur en ik studeer voor studiotechnicus in PXL. Oei, moeilijke vraag. Ah, daar, ja. En, ja. Hallo. En ik heb in een documentaire gezien, bij het opnemen van jullie plaat in Amerika, ja, dat je zei dat jullie producer heel belangrijk was, dat jullie echt de juiste producer hadden. Dus ik vraag me af, wat heeft hij dan voor jullie gedaan of wat maakt het dat je zoiets zegt over je producer? Dat is eigenlijk inderdaad nogal redelijk moeilijk om dat... Weet je, je kunt op veel manieren een plaat opnemen. Je hoort ook van collega's soms dat soms heel moeilijk gaat, dat die met mensen samenwerken, waar dat eigenlijk een paar maanden aan bras is geweest en toch komt er dan een plaat uit die dan misschien wel echt keigoed is. Dus ja, ik weet niet wat de ideale manier is om een goede plaat te maken. Het kan zijn dat iemand u zo uitdaagt en u pusht in bepaalde richtingen dat je wel coole dingen doet. Maar bij ons heeft dat wel gewerkt om met Greg te werken, omdat hij wel, denk ik, verstond wat dat een kracht van ons was. En dat was die groep laten klinken als die groep. En hij was daar een beetje een vierde bandslid. En die gast die heeft onwaarschijnlijk veel ervaring. Dat lijkt zo, maar die zet ergens een micro voor en hop, en poef, die zet dat aan en dat klinkt fantastisch. Maar dat komt ook wel omdat hij ergens... Ja, dat is zijn vak. Voilà. Dat is niet mijn vak bijvoorbeeld. Ik maak demo's op GarageBand en dat klinkt zo groot. En die zet ergens een micro voor en dat klinkt gelijk zo gigantisch. Maar voilà, daarom hebben wij dan hem nodig. En hij was dan technicus en co-producer tegelijk.
Soms zijn dat ook nog verschillende mensen. Soms heb je iemand die daar echt technicus is en iemand anders die de producer is en met je nummers meewerkt en die probeert zo goed mogelijk te maken. Maar dat is, weet je, dat is ook heel moeilijk om dat op voorhand te weten, zoiets. Wij hebben er waarschijnlijk wel geluk mee gehad, omdat je soms... Je bent fan van hoe dat een bepaalde plaat klinkt en dan ga je wel eens kijken van oh, die gast heeft die plaat ook gedaan en die klinken ook goed. Maar je weet nooit op voorhand of dat eigenlijk wel gaat werken, zo'n samenwerking. Dus ja, wij hebben er zeker geluk mee gehad. En wij vonden dat heel fijn om met Greg te werken. Dat was geweldig. We hebben er veel van geleerd, maar allicht gaat dat met iemand anders misschien ook wel. Maar hij kon voor die tweede plaat ook, dus... Hadden wij zoiets van, dat heeft goed gewerkt voor die vorige. Nog. Oké. Okay. Okay, alsjeblieft. We hebben twee heel strenge meneren die daar van achter staan. Dus ik vrees dat we moeten afronden. Ja? Alright, gullen ze het allemaal, merci. Ik heb nog één heel levensbelangrijke. Nee. Gewoon weten dat nummer dat je... Dus Dat is gewoon een afronder. Voilà. Dat gaat alles los en dat is echt mijn nummer wat ik echt... Jawel, dat is heel raar, omdat dat soms... Dat hangt van... Ja, soms zijn dat heel kleine, stille liedjes waar je van binnen van ontploft dan. Dat dat niet naar buiten komt. En soms is het inderdaad fantastisch om allemaal gewoon fysiek benauwd te ontploffen in lawaai en... ongecontroleerd of een beetje gecontroleerd, dat is ook de max als je dat kunt doen en dat muziek is, dat is geweldig. Weet je. Uiteindelijk zijn we gewoon keiharde chanceur dat wij deze kunnen doen. Gewoon, hè. Dat is toch fantastisch, hè? Hoppakee. Mooi en afgeronden, denk ik. Ik denk dat vanavond, of het laatste van de drie trio-concerten, tonen ook een beetje die wat stillere kant, alhoewel het soms bijna even luid is als met triggervinger, hè, maar op een andere manier. En dat is inderdaad wel schoon, denk ik, dat energie bij mensen gelijk Ruben niet alleen altijd heel hard is, maar soms ook heel zacht. Voilà. Dames en heren, Ruben Blok. Dankjewel.